Yo, beste mensen van het schoolleven! Welkom bij een gloednieuwe video op mijn YouTube-kanaal. Vandaag gaan we allemaal samen lachen, want in deze tijden is het toch wel nodig om even te lachen. Nu met de nieuwe maatregelen en zo. Jongens en meisjes, hou je nog eventjes vast aan elkaar. Kom elke dag kijken met het daardoor van naar de streams. Check mijn YouTube, check al mijn video's en nog eventjes volhouden. En dan kunnen we hopelijk terug leven zoals ervoor, zoals voordien. Want ik wil ook heel graag op 1 mei terug gaan fitnessen, maar jammer genoeg mag het nog altijd niet zijn. Gezondheid gaat voor, zeggen we dan. Jongens en meisjes, amuseer jullie. Ik ga vandaag proberen niet te lachen. Ja, oké. Okay. Dat is moeilijk voor mij. Ik ga het proberen. Ik ben benieuwd hoeveel keer we gaan falen, maar er staat dus fail army, throwback fails. Ik mag niet lachen, hè? Dus ik ga proberen vandaag niet te lachen. Hier gaan we dan. Sorry. Oké. 1. Shit. Oh, joh. Ah, wacht eens. Was op die auto? Was op die... Red er maar eens voorbij, what the fuck. Oh ja, oh shit. 2. Cool. Oh jong, nee! Een aan de muur. Oei, ja, mijn internetconnectie was precies niet zo goed. Shit, ik zit al aan 3, denk ik. Ik weet het al niet meer. Want dit kan toch niet? Onze... breakdancer, zie je? Wat is dat, joh? Dat is juist een pauw. Oké, opnieuw. Dit kan niet, wacht. Dit wil ik zien op iets tragere snelheid, dank u. Wat was het hier? Hier zijn we. Nog strager. Oh, ik zie dat graag zo'n dingen. Ja, wel zie, hier hangt hij al, hè. Hier hangt hij al. Kijk, voilà, hier heb je hem, hè. Voilà, hier gaan we. 3, 2, 1. Oh. Lumperik. Allee, joh. Zo, mensen. Dit is er een, hè. Hoi. Oh. Ah, not a pen. Oké, ik zat aan 3. Dat is niet grappig. Nog altijd 3, hè? Het lukt me aardig. Fred. I went deep right there. Fred. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Zakt u nu door de gras? I'm gonna take a drop. Ja.
Wou die inbreken of zo? Allee, een drone, dat is een drone. Ah, wat? Disparo, agora sim, né? Que é isso, irmão? Tu não me faz mais escapar de matar gente do coração. Não faz mais. Mai. Dan zegt hij iets over mijn haarlijn. Kijkers. Ik kon er niks zeggen. Maar er bestaan dus ergere figuren, hè. Wat is dat? Maat. Hé? Dat klopt toch eens niet? Het is een praakstaal of op ofzo. Dat kan... Dat kan toch niet? What the fuck? Dat zou zeggen dat ik hier pas haar heb ofzo. Hè? Nou, het zal aan mij liggen, denk ik. Deze. Oh. Oh! You're right, bro. Oh. Ja, dat komt niet goed, hè. Good job! Wacht, wacht, ik zit nu pas. Die blaast die weg. Zalig. Wow. Ah. Ja, dat bom. Ene bom. Ene bom. Daar rijdt hem op. Ja. I'm on my shoulder. I can see that you are. Leo. Oké, vier. Wat? Wat? Wat zie ik? Dat kan niet. Nee, korentje. Oh my god. Oh, die valt aan. Okay, I like how mommy do that. Call up in the club, getting love, how she move that. Snap, James. Oh my god. I got the LP. Oh my god. Oh, wait. What the heck? I got the LP. Yeah. Oké, vijf. Dat is dom. Dat is gewoon dom. Dom. Dom, 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 dom. Oké, deze... Dat is vet. Deze vind ik echt vet. Ai. Wow, 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 wow. Ja, deze. Het kan ook gevaarlijk zijn, hè. Ja, dit komt niet goed. Dat gaat knakken. Fuck. Mensen, waarom doen die zo'n dingen? Ik hoop dat hij daar achter zijn vriendin was, want...
vorige week zat ik in call met QVH. QVH, jullie kennen hem, de rapper die onlangs heeft meegedaan aan Belgium's Got Talent. Hij heeft daar een song gebracht die te maken heeft met zijn overleden vader. Maar dit heb ik voorhand al geschreven. Een supergoeie song, ik heb die mogen beluisteren voor hij ging. 100% lid. Maar waar QVH zeker en vast ook goed in is, is spitten. Dus je geeft QVH een paar woorden en hij gaat er gewoon... Hij gaat er gewoon om rappen, om die paar woorden. Dat is echt insane, dat is een gave, dat is een kunst, dat is ongelooflijk als je dat kunt. Ik was onderweg naar huis en ik zat mijn oortjes in en ik was in Discord call. En hij zei, geef me eens een paar woorden. En dat was insane goed dat ik zei van, heeft iemand dat opgenomen? En iedereen in call zei, nee, ik heb niet opgenomen. Dus ik zei als ik thuis kwam, Quinten, jij gaat dat opnieuw doen. Ik geef je andere woorden, we gaan allemaal andere woorden geven. En we gaan opnieuw proberen spitten. En dat ging dus als volgt. Als dat slecht is, laat me op tijd stoppen, hè. Je hebt hem dus. QVH, luister goed. Wat vinden jullie van deze beat? Slecht of? Die is goed, die is goed. Zeker? Zeker. Ah. Ja, maar... Ui. Gewoon random, hè. Ui. Echt ziek. Luister. Ui. Ah, als kleine jongen zat ik daar op Facebook even te checken en kijk meteen wat dat ik zie. Ik wil het nieuws niet meer checken. Zoveel racisme in de wereld, bro, wat moet ik eraan doen? Ik ben een hele kleine jongen, bro, ik zweer, ik voel me echt niet goed. Want ik lig in mijn bed, ik kijk op Snapchat. Die ene chick, ze tekst me never back, want ik heb geen swag. Dat is hoe we leven, toch? Dat is het stereotype. Heb je geen golden chains, dan wilt niemand nog daar met je tippen. Damn, ik kijk op YouTube, kijk hoe dat iemand goed doet. Zie een Enzo Knol met zoveel milliviews, hoe voelt het, ha? Huh? Dat ze kunnen showen, dat ze zoveel love krijgen. Zelf kreeg ik dat niet, dus ik moest het gaan zoeken. Je vindt me op Instagram, QVH, met die lage streep. Maar ik had geen likes of geen views, dat is zonder man. Dus ging op Twitch, ik ging daar kijken wat een ander doet. Ik kwam daar zo bij Dardro en ik voelde ook gelijk die love. Brother, kijk, dat wil ik ook. Maar ik heb zoveel haat in me zitten, dus soms dan doet het pijn. Ik wil het niet naar buiten brengen, maar diep van binnen dan doet het zoveel pijn. Mijn hart die is gebroken, niemand die voelt die pijn die ik uit. Maar kijk, dat maakt niet uit. Je vindt me daar op Spotify, ik doe die shit niet eens meer voor de buit. Ik doe het omdat ik het graag doe, want ik haat mijn gevoelens daar zo. En alles wat ik rap is puur en dat zien ze nu ook. Ben hier in de Discord van de Dardro fam. Dus ze zien ik ben aan het spitten op die beat, maar die ga hem, ha? Je vindt me ook op Steam, Mattie, want we gamen graag. Dat is ook de reden dat ik gamede op die Twitch livestream, ha? Ik kan niet praten over Google Chrome. Heb ik een paar vragen, dan zoek ik die shit ook gewoon. En dat is echt ongewoon, wat ik doe met woorden, bro. Google Translate kan me niet meer volgen met die woorden, bro. Ik zweer, ik lijk een woordenboek. Mattie, wat ik met woorden bedoel. Mattie, ja, dat is insane. Ze weten wat dat ik hier doe. Ik ben nu aan het gamen met mijn Matties daar op COD. Knallen al die noobies af, want ja, dat is mijn life, man. En we gaan nog verder dan dat, want ik speel veel meer games. Ik doe het enkel voor die fucking pijn die dat ik voel. Ik zweer het, Mattie, wanneer dat ik game, dan voel ik geen spijn. Dan voel ik gewoon dat ik zoveel zit met fucking liefde, man. Dus ik wil het uiten aan degene die leven met problemen. En luister niet naar dat wat geen willen weten, want er zijn zoveel mensen die dat claimen dat ze weten. Maar eigenlijk weet niemand wat dat er is. Ik praat zoveel over corona terwijl ik niet eens weet wat er mis is. Deze shit die vind ik echt niks. En ik zweer het, kan ik terug gaan naar het back in the days. Daar bij 2002, dan was alles echt veel beter, man. Huh? Hey, yo, we ruin. When... Ah, shit, boys, ik heb gechoked, sorry, man. Wat? Maakt niet uit, jongen, dat is goed gedaan. Mooi. What the fuck, maat? 3 minuten lang is die man aan het spitten met woorden die we hem hebben gegeven. Ik had Facebook, Instagram, Twitch, Twitter. Ik had al die dingen gezegd en Google Chrome en Call of Duty en al die dingen. Hoor wat die man daarmee doet. Dat is insane. Ik hoop, QVH, via deze weg iemand u ontdekt en dat iemand iets met u wilt gaan doen, want jij hebt een talent. En als Belgium's Got Talent het niet ziet, dan zal iemand anders het wel zien. Maar jij gaat sowieso ergens in de toekomst gaat jij boomen... Dat het niet meer normaal is en het is een gegund, maat. Sowieso. Dikke merci allemaal om te kijken naar deze video op mijn YouTube-kanaal. Elke zaterdag om 4 uur gaan we dus uploaden, zoals ik al van het begin aan het doen ben. Bedankt om er steeds bij te zijn. Blauw duimpjes omhoog. En als ik mij niet vergis, zitten we aan de 75 likes op de laatste Urbex-video. En kunnen we binnenkort weer op een nieuwe Urbex-locatie langs gaan. Bedankt allemaal alvast om te kijken naar de video. En zoals ik altijd zeg, flex die biceps! Wat er nog van overschiet met de corona, maar binnenkort komt dat wel goed. En, joejoe!